De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, heeft gisteren haar 17e VES CEO-talk gehouden. Volgens VES-voorzitter Steven Debipeshaat hebben de CEO-talks een heel belangrijk doel. De vereniging gaat ervan uit dat ontwikkeling van een land nauwe correlatie vertoont met ontwikkelingen van het midden- en kleinbedrijf. En dat stimulering van deze twee organisaties daarom ook erg belangrijk is om te groeien en te kunnen bloeien. Kleine en middelgrote ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren en het versterken van de verdiencapaciteit van het land en bieden bovenaan ruime werkgelegenheid. De VES meent dat met het delen van ervaringen, dat dus een van de mogelijkheden is om het midden- en kleinbedrijf, oftewel het ondernemerschap, te prikkelen, te stimuleren. Ondernemers die innovatief en succesvol willen zijn, delen daarom ook hun ervaringen met andere personen, die mogelijkerwijs ook willen ondernemen of dat reeds al doen. De VES wil met de CEO Talks een platform creëren voor jonge en of aspirant ondernemers om hun aspiraties, om hun ambities, om hun inventiviteit en innovativiteit te stimuleren en om inzicht te krijgen in succesfactoren, maar vooral ook de drempels van het zaken doen. De gastspreker was Udo Karg, directeur van het Surinaamse visverwerkingsbedrijf NV, SUFEP NV. Volgens Karg is het een eer om als vertegenwoordiger van de agrarische sector, met name de visserijsector, zijn kennis te delen. Dat deed hij met het onderwerp Onze visgronden tegen de stroom inzwemmen. Volgens Karg ging financiering in de jaren 90 niet van een leien dakje. Hij gaat in op de uitdagingen van de visserijsector. De visserijsector werkt volgens een visserijmanagementplan. We hebben op dit moment het geluk dat de deskundigheid voor wat betreft het deel van de vissector op dit moment op dat ministerie is. Ik bedoel, dat is niet wat zo net werd gezegd. Er was waarschijnlijk een onderlinge communicatiegebrek. Maar dat heeft ook ervoor gezorgd dat we op dit moment werken met het visserijmanagementplan. Dat is getekend door de overheid. Dat dus in uitvoering moet worden gebracht. En daarmee invulling kan worden gegeven aan de uitdagingen die er dus zijn in deze sector. Het jaar 2022 is een heel bijzonder jaar voor de VES. De organisatie gedenkt op 17 oktober 2022 haar 50-jarig bestaan.